run je in vredesnaam een gaming website met eigen programma's, heel veel persstrips en onnoemelijk veel games te spelen. Je ziet het iedere maandag in de Gamersnet Vlogs. Jongens, sorry van het weinige licht. Je ziet ook, het is helemaal donker buiten. Wow. Vandaag naar Schiphol, naar Londen, naar Far Cry Primal. Dat gaan we vandaag spelen. Super vet. Ik zag alleen dat er net al troubles waren met het spoor. Gelukkig ben ik wat vroeg, dus we gaan het wel zien. Nou jongens, het ultieme bewijs dat je in Londen bent. Kijk, de dubbeldekkers. Kijk, hier zijn ze. Oh, wat vet. Onderweg naar Far Cry Primal. We gaan spelen. Ik heb er echt fucking veel zin in. Hebben jullie er ook zin in, jongens? Ja. Yeah. Laat mij naar buiten, man. Jezus. Nou, dan wilde hij weer geld zien. Nou boys, we zijn er klaar voor. We gaan 3 uur lang Far Cry Primal spelen. Fucking vet. Ik heb er heel veel zin in. Ik ben echt heel erg benieuwd. Kwam dat er een vraag binnen via Twitter. In hoeverre het anders is dan Far Cry 4. Nou, dan gaan we de komende 3 uur bekijken. Spannend. Zoveel mensen. Hebben het vet aangekleed, hè? Kijk dat dan. Een soort jungle. Ja jongens en zo, afgelopen 3 uur fucking Far Cry Primal gespeeld. Wat ik daarvan vind, dat ga je nog niet horen. Want het embargo is nog niet verlopen. Dat gebeurt later. Heel erg snel. Misschien wel sneller dan je denkt. Houd Gamers Net dus in de gaten, want we gaan een uitgebreide video preview en een geschreven preview maken. En dat kun je dus hier checken. Ik ga nu weer terug naar Nederland. Dat was een leuke dinsdag. Ik bedoel, er zijn in principe saaiere dinsdagen. Het was echt fucking vet. En volgende week dinsdag ben ik in Birmingham. En zo proberen we toch 1 keer per week even een tripje te doen. Het moet toch leuk blijven voor jezelf. Hashtag snobby. I guess. Jongens, het is woensdag en we zijn echt fucking druk bezig met de vragen voor de nutteloze Het Gaat Nergens Over Spek en Bonen quiz. Leon ga ik vanavond nog mee zitten, die gaat ook nog aanvullingen geven. Maar er komt weer een nutteloze... Trouwens, de marathon is al geweest nu. Het is de vlog van maandag. Oh ja. Dus jullie hebben hier helemaal niks aan. Weet je waar ze wel wat aan hebben? Aan dit. Oh. Dude, guy, gast! Maar nu denkt iedereen dat Arkeo dit geëdit heeft. Nee. Maar dit was echt. Doe het nog een keer. Doe het nog eens. Omdat je het zo lief vraagt. Oké. Okay. Nee, ik ben er niet. Oh, je bent. Dat is weer iets. Nee, wow. Toen we hiermee wilden beginnen, wilde ik inhoudelijke vlogs over de game-industrie. Nou, je ziet wat er van gekomen is. Het dubbel A. Wacht. Is dat die klein of die grote? Die grote. Dat er ook nog in achter je oor. It's like magic. Dat SpongeBob magic. Kom, we gaan de preview opnemen van Far Cry Primaal. Primaal. Yo, om de een of andere reden is meestal als Peter en ik aan het vloggen zijn... Ja, dat... bier aan het drinken zijn, ja. Gaan bier drinken. World Domination van Gamersnet. Dat zeker. We hebben net besproken. Ja. We hebben net eigenlijk in 3 stappen bedacht hoe Gamersnet het grootste van de wereld wordt. Ja. Dus stay tuned. Want samenwerking met Kim Jong-il. Ja, dat gaat binnenkort gebeuren. 1 van die 2 is dood, de ander is Oen. Oen. Il is dood. God hebben zijn ziel. Guys, ik ga vanavond weer streamen, zo heet dat. Maar dat wilde ik niet laten zien. Ik wilde iets anders laten zien. Namelijk, we gaan binnenkort in februari, de week voordat de game launcht, op pad met Street Fighter 5. En net heeft Daniel het design toegestuurd. Moet wel goedgekeurd worden door Capcom hoor, dus misschien wordt het heel anders. Maar ik denk, dit kan haast niet anders, want het ziet er zo vet uit. Kijk, dit komt achter de schermen op de tuk-tuk. En dan deze, die onderste, die komt zeg maar eronder, waar de console staan. Hoe vet is dat? Binnenkort gewoon een Street Fighter 5 tuk-tuk tour. Ik heb fucking veel zin in. In maart is de tuk-tuk 1 jaar oud. Hij heeft 6 enorm grote beurzen gedaan. We hebben een week lang getoerd. We hebben heel veel vriendendagen hier gehad, toernooien, et cetera. En hij gaat nu op pad voor zijn eerste grote beurt. Ze komen hem ophalen. Ik heb een dealtje gemaakt met de tuk-tuk dealer, want die opent morgen een nieuwe locatie. En die wil dat de kinders een beetje een videogame kunnen spelen. Dus in de ruil daarvoor krijgt hij een grote beurt en doet hij dan mee. Dus dat is helemaal goed. Dat heb ik weer goed geregeld. Daar gaat hij. Gaat hij gewoon. De tuk-tuk. Kleine kindjes worden goud. Jongens, hartelijk zondag. En voor ons is de zondag eigenlijk al even bezig. Ja, inderdaad. Dankjewel, Jos Brink. Ja. Dat weet jij dan ook weer. Sorry. Maar goed, dat geeft verder niet. Het is al even bezig.
Ja, ik zie trouwens wel dat ik mega pluk heb. Maar jullie ook fijne zondag allemaal. Als jullie kijken, fijne maandag. Of dinsdag wanneer je ook kijkt. Ja. Volgend jaar. Ooit. Was het een goed jaar voor je, 2018? Ja. Er zijn mensen die kijken alles terug. Van de laatste vereniging alles terugkijken. Ik heb pas nog op mijn hoverboard inderdaad een paar tricks gedaan. Ja. Praat nou, wat doen we vandaag? Ja, oh, we zijn de prijs aan het uitreiken voor de Gamers at Game Awards. Ja. We zijn, en moment zijn we voor de derde prijs in Waalwijk. Waalwijk voor jullie niet-Brabanders. En we gaan het Xbox One pakket weggeven. Ja, we zijn dus al vanaf Enschede omgeving naar Maastricht omgeving naar Waalwijk. We gaan straks naar Goes, helemaal in Zeeland. Ja, en dan moeten we weer terug naar Utrecht. Dan moeten we weer terug naar Utrecht. Dus een hele tour vandaag. Het is wel heel leuk. Het is de zevende keer dat ik dat doe, heb ik net berekend. En we zijn al echt al vanaf... Het is op dit moment is het... Geen idee hoe laat. 4:15 geloof ik. Ja. En ja, we moeten dus nog naar Goes en dan terug. En we zijn al vanaf 10:30... op pad. Ja, dat is een leuke dag. En als je nou het hele verslag wil zien, dan moet je nu even kijken op gamers.nl. Want er is het hele verslag te zien. Ja, inderdaad. De trip. Wow. Dat is wel eten. Ja, inderdaad. Nou, ik heb net tactisch berekend. Het is dat de zevende keer dat ik dit doe. Door het hele land scheuren met het prijspakket aan het eind van het jaar. Superleuk natuurlijk. En vandaag was natuurlijk weer een dag vol hoogtepunten. Maar ik heb echt zulke vette dingen al meegemaakt, Lenny. Wat dacht je van... Friesland, op het ijs staan, in de kou. Ik zeg houdoe vanuit het schitterende Friesland. Ik sta overigens ook op het ijs, waar ook de Elfstedentocht plaats zou moeten vinden. Dus wie weet krijgen we hier nog een ontzettend mooie Elfstedentocht. Wat dacht je van op de toren staan van het drie landenpunt? En deze kant is Duitsland. Ja. Mooi, jongens. Nou, vanaf het drie landenpunt zeggen wij gedag. En wat dacht je van helemaal naar fucking Wallonië voor Dieder van Butselen? Ik weet zijn naam zelfs nog. Ja, voor zijn prijzenpakket. Dat was echt een wereldreis. En daar is Dieder. Dieder, hi, hoe is het? Mooi, ik kom een pakket bij jou brengen. Kortom, ik heb best wel weer zin om dit volgend jaar weer te doen. En gekke plekken. Misschien, ik weet niet of er nog... Ik weet dat er één iemand op Terschelling woont. Even in ons bezoek, zo'n klein. Misschien woont er nog wel iemand op de eilanden. Gewoon meedoen volgend jaar. Ik wil een keer naar de eilanden. Ja, dat kan we doen. Curaçao mag ook. Cayman-eilanden. Ja. Hele goede banken. Zuid-Afrika, praat ze ook Nederlands. Ook leuk. Suriname. Ja. Doe eens gek, jongens. Doe mee. Doe meer gek. Meer gek. Dat is eigenlijk de hele boodschap. Of gewoon in een ander land wonen. Ook gek. Dat is gewoon heel gek, hè. Wil je even aan me ruiken, Tom? Ik ruik echt helemaal niks. Echt niet? Oh, want ik hoor echt te stinken. Je hoort te stinken. Ik heb al 3 dagen niet gedoucht. Want ik ben hier al nachten. Dus ik ga nu naar huis. Oh, dit is de geur waar ik aan gewend ben geraakt. Ja, die geur die van lijken inderdaad. We hadden eerst zaterdag de Games Draad in Marathon. En toen hadden we gisteren prijzen weggebracht. En toen vandaag moest ik weer werken. Dus het is al 3. Maar ik ga nu naar huis, want de vlog is klaar. En wat zeggen we altijd als de vlog klaar is? Dat je dingen moet volgen. Dat ze ons moet volgen. Op Facebook. En op YouTube. En op Twitter. Vooral op YouTube. Serieus, drop die likes of zo. En als je gewoon kijkt op Gamersnet, dan ben je heel goed bezig. En dan serieus, geef even aan wat je het tofste moment vond in de vlog. En wat wil je meer zien? Ja, geef ons een duimpje. En ik wilde zeggen groen duimpje, maar niet uit. En die uitgang zijn altijd al langer dan de hele vlog. Ja, I know. Maar het is ook echt al 3 jaar geen groen duimpje meer, volgens mij. Nee, I know. Maar niet uit. En volgens op Twitch. Jongens, bedankt voor het kijken. We zijn er volgende week weer met een nieuwe vlog.